Hallo allemaal, welkom bij het Raadsmission, de wekelijks terugkerende geschiedenispodcast. Ja, we zijn er weer en we hebben er zin in, toch? Dat hebben we zeker, ja. Ja, het begint ook steeds leuker te worden, Paul. Ja, toch? Ja. Ja, we hebben natuurlijk vorige week hebben jullie verteld over de aanloop naar de Vietnamoorlog en de opbouw van de spanning. En ja, we hebben het een beetje vergeleken met huidige conflicten en conflicten die we in het recente verleden hebben gehad. En waren eigenlijk gebleven bij het feit dat Amerika een soort had iets nodig om eigenlijk echt troepen te sturen die daar oorlog gingen voeren tegen Noord-Vietnam. Want even voor degene die niet weten waar de Vietnamoorlog over gaat: Noord-Vietnam tegen Zuid-Vietnam, communisme tegen het kapitalisme. Verenigde Staten steunen natuurlijk Zuid-Vietnam, de kapitalisten. En ja, de troepenopbouw die is geweest. Amerikanen hebben geïnvesteerd in een troepenopbouw, hè, 15.000 adviseurs. En eigenlijk zoeken ze nu een reden om echt gewoon het volle bak aan de slag te gaan in Noord-Vietnam. Ja, ik weet niet of ze zoeken naar een reden. Kijk, want nu gaat het best wel... Kijk, die situatie die is daar niet helemaal oké, hè. Want die Zuid-Vietnamese president die ze daar hebben geïnstalleerd om een beetje een kapitalistisch landje op te bouwen... Dat lukt niet echt, hè? Die man die veroorzaakt daar een soort van politiestaat. Andersdenkende, andersgelovigen worden ook vermoord, letterlijk en figuurlijk. En uiteindelijk is die situatie daar onhoudbaar. En door het wegvallen van die regering al daar, waarbij die man op weg naar het vliegtuig ook nog even wordt vermoord. Dus de chaos is compleet, zijn ze dus verschrikkelijk bang dat Zuid-Vietnam wordt overlopen door het communistische noorden. En dat is die angst die er al een hele tijd in zit. Dus zoeken ze een aanleiding om, nou ja, de troepenmacht in Vietnam te vergroten. Ja, hoe doe je dat? He, want hoe ga je dus als soeverein land, een ander soeverein land, binnenvallen? Als het binnenvallen is. Maar in ieder geval... Ja, we hebben even iets nodig, jongens, om ervoor te zorgen dat we daar nog meer troepen naartoe kunnen sturen. Nou, en dan dient zich een mooie aanleiding aan om de troepenopbouw daar te versterken. Wat mij wel opviel, is dat die troepenopbouw, of in ieder geval dat Tonkin-incident waar wij het over gaan hebben, dat ook nadat Kennedy is vermoord. In november wordt Kennedy vermoord, 63. En in één keer daarna, als LBJ, Lyndon B. Johnson, aan de macht komt, gaan dat dingen in een stroomversnelling. En volgen dingen met elkaar op. Nu geloof ik niet in toeval, maar ik vind het bijzonder om te zien dat dat dus zo in die jaren daarna zo met elkaar, dat toch wel, ik zie een soort verband. Ik lijk een verband te zien. Maar goed, ik denk dat we het nu even moeten hebben over dat Tonkin-incident. Want wat is dat nu precies? Ja, de Tonkin-incident vindt plaats op 2 augustus 1964. En daar vaart een Amerikaanse torpedobootjager, de Maddox. En die vaart in de wateren rond Noord-Vietnam. Zij beweren uiteraard in internationale wateren. De vraag is of dat echt klopt. Maar goed, even vanuitgaande dat het klopt, varen ze daar op internationale wateren, vlak bij Noord-Vietnam. En dan zie je dat Noord-Vietnamese torpedobootschepen die torpedojager aanvallen, dat Amerikaanse schip aanvallen. En dat is natuurlijk een soort openlijke act of aggression tegen Amerika. Ik zat parallellen te denken. Pearl Harbor is binnenkort op tv, hè, de film. Die ontiegelijk lange film met een hele slechte liefdesdriehoek. Die zien we op tv. Maar het gaat natuurlijk om Pearl Harbor. Hè, de aanval van Japan op Pearl Harbor. Wat natuurlijk een soort initiator is voor de Amerikaanse deelname aan de Tweede Wereldoorlog. En hier zie je dat dan ook weer. Hè, Amerikanen worden aangevallen. Waardoor Johnson, Lyndon B. Johnson, die je net al noemde, ja, die geeft in ieder geval de vrijheid aan de luchtmacht om enorme massale bombardementen uit te gaan voeren op Noord-Vietnam. En die operatie heet Rolling Thunder.
En die duurt uiteindelijk van 65 tot 1968. Ja, je ziet dus dat dat is in ieder geval het begin, zeg maar, van echt Amerikaanse deelname met gewoon troepen, met luchtmacht en alles. Gewoon full-out, full-scale invasion, oorlog en alles. Dankzij dus die aanval op dat Amerikaanse schip. En je Ja, en ziet dat. als je even gaat kijken ook hoe die Amerikanen daarop reageren. Want wat jij zegt, nou, daar komt inderdaad de USS Maddox. Dat is dus die torpedobootjager. Die vaart daar inderdaad door internationale wateren. Wat later bleek dat dit toch wel de territoriale wateren van Vietnam waren. Maar goed, dat is, ja, saillant detail, hoef je dan ook niet te vertellen, hè. En dan, nou ja, die Noord-Vietnamezen die lanceren dan een aanval. En wat gebeurt er? Ja, het is echt super schokkend. Een vliegtuig raakt beschadigd. En de boot, het Amerikaanse schip, wordt geraakt door een 14,5 mm patroon. Dat is dus een punt 50, hè, ongeveer, die orde. Dus dat is nou, net zo groot, een patroon net zo dik als je pink. En dan. Nou, die Amerikanen, jongen, die slaan een partij terug. Drie Noord-Vietnamese torpedoboten raken beschadigd door 280 afgevuurde granaten. Zes opvarenden raken gewond, vier sterven en er geen slachtoffers aan de Amerikaanse kant. En er komt nog een tweede aanval de dag erna als vergelding en als vergelding bombardeert dan de Amerikaanse luchtmacht ook nog even Noord-Vietnam. En dan op 7 augustus neemt het Amerikaanse congres een Tonkin-resolutie aan die Johnson de volmacht geeft voor directe aanval in Zuidoost-Azië zonder dat hier een formele oorlogsverklaring met goedkeuring van het congres nodig was. Nou, en uiteindelijk blijkt het nogal controversieel, natuurlijk, want de USS Maddox was inderdaad in Noord-Vietnamese territoriale wateren en heeft dus eigenlijk een reactie van Noord-Vietnam uitgelokt. En in 2005 werd bekend onder een rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst, de NSA, dat de tweede aanval zelfs nooit heeft plaatsgevonden. Bizar, hè? Ja, dat is bizar, want ook als je. Kijk, wij vinden ook altijd als de vijand dit soort dingen doet, dan vinden we daar heel wat van. En in die tijd, ja, was het dus blijkbaar wel gerechtvaardigd. En jij zegt net ook. Sorry, wat zei jij nou net? Pearl Harbor, bedoel je? Ja, Pearl Harbor. Hè, dat. Ja, daar gaan ook verhalen dat ze dat ook hebben laten gebeuren, hè? Dus daar zijn allemaal van die complotverhalen over van ja, nou ja, dat hebben ze gewoon laten gebeuren om een aanleiding te zoeken om te kunnen vechten, om mee te doen aan de Tweede Wereldoorlog. Omdat Amerika met die isolationisme, in ieder geval het afzijdig houden van wat er op het wereldtoneel gebeurt, toch nog een aanleiding kan zoeken om te gaan vechten. Waarbij het mij nog altijd wel verbaast dat ze dan eerst in Duitsland zijn begonnen en daarna Japan zijn gaan aanvallen. Terwijl die aanval in de Stille Zuidzee heeft plaatsgevonden, Hawaii. Maar het is ook Duitsland wat het ook heeft gedaan, hè, in de inval in Polen. Hè, de aanval op een radiostation in Duitsland door Poolse militairen. Wat uiteindelijk concentratiekampgevangenen waren. Die zijn daar nou in ieder geval een heel schimmig verhaal. Waarin dat dus de aanleiding was om Polen binnen te vallen. Nou goed, en we weten allemaal wat daarna is gebeurd. En je ziet dus in de loop van de geschiedenis dat er allemaal valse voorwendselen worden aangegrepen. Bij zowel vrienden als vijanden. Om maar even een conflictje te beginnen. En dat vind ik best fascinerend. Ja, schijnbaar. Nou ja, het is natuurlijk om die publieke massa over de streep te helpen. Hè? En dat is natuurlijk ook wat je vaak hoort. Ik kan me nog herinneren een stukje uit Band of Brothers. Hè? De documentaire serie-achtig over de parachutisten. En dan worden ook die veteranen worden dan, zijn toen geïnterviewd. En daarin zegt ook één, weet je, het was niet zoals in Korea of Vietnam. We werden aangevallen. Weet je, met Pearl Harbor werden we aangevallen. En daardoor zijn we in actie gekomen. Dus mensen hebben dan toch altijd nog een soort setje nodig om, of de overheden moeten die mensen dan toch een setje geven om toch die aanval in te kunnen zetten. En in dit geval is dat dan dat Tonkin-incident, wat natuurlijk wel een beetje een overdreven reactie is, terugkijkend op de zaak. En dan Zo. kunnen we wel zeggen van, goh,
Misschien is het niet helemaal proportioneel hoe je gereageerd hebt. Maar Nee. goed, het gebeurt wel. En maart 1965, op het moment dat Operation Rolling Thunder van start is gegaan, stuurt ook Johnson troepen naar Vietnam. En eind 1965 zie je dat er in totaal 200.000 man al aan Amerikaanse troepen in Vietnam zijn om daar de Zuid-Vietnamezen te ondersteunen. En dat wordt alleen maar meer. Want uiteindelijk april 69, dan zijn er meer dan een half miljoen Amerikaanse soldaten in Vietnam. Die ondanks grootscheepse bombardementen, gebruik van chemische middelen zoals Agent Orange en napalm, ja, kregen ze gewoon, ze kregen het allemaal niet voor elkaar. Het lukte gewoon niet. Terwijl er wel in Amerika werd gezegd van nou, er moeten meer troepen. We moeten meer troepen naartoe, we moeten meer mensen, waarin er uiteindelijk hele lotingsystemen op touw worden gezet om nog meer militairen die kant op te kunnen krijgen. Dus dan krijgen de draft een half miljoen militairen ergens in een land stationeren en het dan nog niet voor elkaar krijgen. Ja, dan gaat het dus echt wel iets niet goed. Ja, dat was ook. Tactisch gezien was het natuurlijk ook misschien niet zo handig. Hè? Wat vaak gedacht werd, is: nou, de vijand valt aan op een plek. En wij gaan er dan heen met troepen. We schakelen de vijand uit. En dan trekken we ons weer terug achter de grens. En klaar. Weet je wel? Als we dat vaak genoeg doen, dan zijn de troepen uiteindelijk uitgedund. Kunnen ze niet meer aanvallen. Maar ja, uiteindelijk blijkt niets minder waar te zijn. Want op het moment dat die Amerikanen weer vertrokken, kwamen de Noord-Vietnamezen gewoon weer terug. En we hebben het ook gehad over die Ho Chi Minh Trail door Laos vorige week. Ook daar, als je die documentaire kijkt, is het ook super gaaf om te zien. In die zin dat zo'n piloot werd dan geïnterviewd, hè, van, die dan gevochten heeft tijdens de Vietnamoorlog. En die zei, ja, elke dag bombardeerden we die route, zeg maar, door Laos. We vernietigden bruggen. We maakten echt alles verrot. 'S Nachts kwam dan de bevolking helpen, vrouwen vaak ook. En die zorgden ervoor dat al die bruggen weer gemaakt werden. Dat alle gaten die we geslagen waren, werden gelijk weer met grond gevuld. Waardoor er weer verse troepen over die Ho Chi Minh Trail gewoon weer door konden vloeien naar Zuid-Vietnam. Dat was natuurlijk wel, zeg maar, de insteek van de bevolking, hè? De mentaliteit van de Noord-Vietnamese bevolking om gewoon maar om door te gaan. En heel de bevolking die hielp daarbij. Ja, en dat is natuurlijk niet echt makkelijk om daar tegenin te gaan. Als beroepsleger, als je tegenover een hele bevolking moet vechten. Ja, dit is, maar dit ziet er dus al voor de Amerikanen echt zo verschrikkelijk kansloos uit. Ja, alleen dan is dus de vraag, waarom zijn er dan nog steeds zoveel Amerikaanse militairen naartoe gestuurd? Op een gegeven moment echt wel, volgens mij, echt wel vanaf het begin af aan al denk van, nou, dit is kansloos. Dit gaat hem niet worden. Nee. En als voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Hamburger Hill. Dat is natuurlijk wel een bekende slag, hè, om een berg in Vietnam. Waarbij dus Amerikaanse soldaten werd bevolen om heuvel 937 in te nemen. Een aantal dagen werd er gevochten. Veel gewonden, veel doden aan beide kanten. En uiteindelijk hebben ze dan die heuvel veroverd en dan trekken ze zich weer terug. En dat is natuurlijk enerzijds tactisch natuurlijk bijzonder dat je een heuvel inneemt die je dan vervolgens weer opgeeft. Maar het is natuurlijk ook voor de mensen die aan het vechten zijn, hun kameraden zien sterven vanwege een stukje grond. En als je dan, zeg maar, een uur later de helikopter moet pakken om weer terug te vliegen naar je basis, dan denk je ook, waarom heb ik dat gedaan? Zeg maar, waarom moet ik natuurlijk die heuvel dan. Waarom hebben we hier zo hard gevochten? Waarom zijn er ruim 400 man gesneuveld? En zit ik hier weer terug op de basis en is die heuvel weer in bezit van de Noord-Vietnamezen? Dus op die manier was dat natuurlijk ook niet echt goed voor het moraal van de Amerikaanse troepen. Naast het feit dat het natuurlijk gewoon mensenlevens kost, heel veel. Ja, daarom heet het ook Hamburger Hill, hè? Ja. Gewoon het gehakt wat er daar wordt gemaakt van mensen. Het is echt, ja, het is gewoon echt bizar
En dat allemaal voor een bepaalde ideologie. De ideologie van het kapitalisme, het bang zijn te worden overwonnen door het communisme en op hun beurt aan de andere kant ook weer de ideologie van het communisme en het socialisme. Ja, ik denk dat we hieruit wel kunnen concluderen dat oorlog echt, wat dat betreft ook echt een zinloze bezigheid is die zich illustreert in het vechten om een heuvel, om hem daarna weer op te geven. Nou ja, om even een beeld te geven hoeveel Vietnamezen er zijn gestorven in die oorlog. 2,5 miljoen is de schatting. En aan de Amerikaanse zijde 58.226. Ja, dat is niet voor te stellen. Dat zijn getallen, dat is niet te beseffen. En het grote verschil met de Tweede Wereldoorlog is dus dat dit ook echt een oorlog is geweest waar ook de Amerikanen zelf ook niet, waren heel erg verdeeld. Dus het was geen goede oorlog. Dus ook die Vietnam-veteranen zijn ook later in Amerika ook, ja, die werden ook voor moordenaars aangezien. En ja, dus, en dat was heel erg anders dan de helden die terugkwamen uit de Tweede Wereldoorlog, waarin het dus heel duidelijk was dat dat echt het kwaad werd bestreden. En dat was in deze oorlog al een stuk minder, of al helemaal niet. En heeft dus ook tot hele grote verdeeldheid geleid binnen de Amerikaanse bevolking. Eigenlijk elke oorlog die ze daarna hebben gevoerd, had dus datzelfde. Hè? Ook in Irak, nou ja, kijk maar naar Afghanistan. Ja, dat zijn toch allemaal oorlogen die hebben niet het gewenste effect bereikt. En ik begrijp dan niet zo goed dat als je al in de eind jaren 60 een oorlog start, waarbij je denkt een bepaald effect te kunnen bereiken, effect niet haalt, zelfs verliest, dat je het daarna nog een keer doet. Dus Ja. wat zit daar nou? Hoe kan dat? Nou ja, dat is natuurlijk waar we het een aantal afleveringen geleden ook over hebben gehad, hè, over die terreurbombardementen, dat die eigenlijk niet werken en juist het tegenovergestelde veroorzaken, hè. Dat is juist zorgen dat de vijand steeds meer opgeladen wordt om juist die strijd door te gaan, in plaats van dat ze murw worden geslagen door de bombardementen, worden ze juist steeds energieker en willen ze juist echt echt terugvechten. Gaat dat moraal juist omhoog? Terwijl de Duitsers dat hadden gedaan en dat die effecten bekend waren op de bevolking, gingen de Engelsen het toch ook weer doen bij de Duitsers daarna. En terwijl het rapport ligt er gewoon, het werkt niet. En de legerleiding denkt: oké, okay, plop, zo in de prullenbak, lucifertje erbij. En vervolgens gaan we toch die Duitsers gaan we bombarderen. En dat zie je natuurlijk ook weer terugkomen in latere oorlogen. Nou, je ziet het nu in. Wat Rusland probeert te doen met de Oekraïne. Die effecten zijn al lang bekend, maar toch wordt het. Ja, op een of andere manier voelt een legerleiding of een overheid voelt er dan toch niet voor om daar naar te kijken en vervolgens ja, op oude. Ja, misschien is het oude maniertjes terug te vallen. Dus gewoon die bombardementen doen. En dat is natuurlijk in Vietnam ook. Hè. Ze hebben niet geleerd van. Hé, dit werkt niet. Als je op deze manier zo'n guerrilla-oorlog voert, dat werkt niet. Moeten we niet doen. Moeten we niet willen. Moeten we ons niet inmengen. En toch zie je dat ze het steeds weer doen, hè? En ja, dat lijkt wel een soort patroon te zijn in ieder geval de afgelopen laatste 100 jaar, zeg maar, met oorlogen. Lijkt het toch een soort patroon terug te komen van een legerleiding of een overheid die niet wil luisteren dat bepaalde zaken niet werken. Dit komt terug op de vraag waarom start je een oorlog? Ja. En ik denk vanuit een kapitalistisch oogpunt gezien dat er ongetwijfeld mensen ontzettend veel geld verdienen aan oorlog. Uiteraard, ja. Dat is ook waarom de Amerikaanse economie natuurlijk zo'n boost heeft gekregen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En wapenproductie, maar ook voedselproductie, omdat het in Europa niet meer kon vanwege de oorlog. Een stukje ja, modern kolonialisme, waarbij je afzetmarkten wil behouden, of maken of behouden. Dat speelt natuurlijk allemaal mee. En als we dan kijken, even teruggaan naar een aantal belangrijke momenten, naar die Vietnamoorlog, dan is een van de meest opvallende in september 1966 dat de Franse president Charles de Gaulle, die kennen we ook nog wel van de Tweede Wereldoorlog, die bezoekt Cambodja en die roept de Verenigde Staten op om hun troepen uit Vietnam terug te trekken. Dat vond ik wel een bijzondere, in die zin dat de Amerikanen de Fransen zeg maar min of meer aflossen. En vervolgens gaan de Fransen zeggen: nee joh, je moet het terugtrekken. Terwijl dat is. Ja, zij starten dit hele gedonder eigenlijk. En vervolgens daarna gaan ze met je bij de hand zitten doen. Zo voelt het een beetje, spons de dane maaltijd. Ja. Toch?
Ja, dat is natuurlijk ook een beetje de eeuwige strijd tussen Frankrijk en de Anglo-Saxische landen. Waarin natuurlijk Frankrijk denk ik ook wel een beetje het minderwaardigheidscomplex heeft dat zij ooit door de Duitsers bezet zijn geweest en de rest niet. Ja. En daarvoor een echte wereldspeler waren en nu helemaal een beetje wel zijn uitgespeeld. Ja. En toch willen meedoen op dat wereldtoernooi. Wereldtoneel. Hallo Pascal, lekker bezig. Ja, maar goed, niks van willen leren, dat komt dus ook weer terug bij de minister van Defensie toen de tijd, meneer McNamara. En die wordt dan aangesteld als minister van Defensie. Ook al in zeg maar, de regering van Kennedy. En hij laat alles optekenen. Hij schrijft dingen op. Hij was helemaal bezeten van cijfers en statistieken. En juist door veel meer troepen daar naartoe te sturen, door heel erg naar die statistieken te kijken, had hij het idee dat de Verenigde Staten daar wel aan het winnen waren. En die statistieken die hebben ook iets heel gevaarlijks gebracht. Want als er vanuit de minister van Defensie de vraag komt om te kunnen meten. Hoe kan je nou een overwinning meten? Of hoe kan je nou meten dat je aan de winnende hand bent? En toen hadden ze in één keer bedacht van, nou weet je, dat kunnen we heel makkelijk meten door hoeveel mensen we daar vermoorden. Dus hoeveel, of vermoorden, in ieder geval hoeveel vijand je dus zeg maar ombrengt. Hoeveel sneuvelen er aan vijand zijn. En dan zie je dus hoe zo'n idee, of in ieder geval hoe kunnen we dat meten, dat is doordringt naar die lagere rangen. En dan gaan we dus kijken naar de kill rate. Dus uiteindelijk zie je dus daar een gedrag ontstaan waarin dus soldaten op het enkele niveau, groepsniveau, proberen zoveel mogelijk kills te maken. Omdat vanuit hoge hand werd gezegd, ja, hoe hoger die kill rate, hoe groter ons succes is. Ja, dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. En daar zie je dus ook dat aan de hand daarvan, nou ja, ook dus gewoon excessen hebben plaatsgevonden. En dat vind ik ook wel weer heel erg wonderlijk hoe dat dan werkt. En op een gegeven moment, die McNamara die richt dan de Vietnam Study Taskforce op met de bedoeling een encyclopedische geschiedenis van de Vietnamoorlog te schrijven. Nou, hij koos een assistent dan om dat te helpen. En uiteindelijk hebben er heel veel analisten die hebben daar onderzoek naar gedaan. En in 68 verlaat hij dan zo'n post als minister van Defensie, want dan komt de regering Nixon aan de macht. En hij geeft dat document, waarin dus alles staat over die hele oorlog, geeft hij dan aan zijn opvolger, Clark Clifford. Ja, en Clifford die zegt, ja, ik heb het nooit gelezen. En dat rapport was 3000 bladzijden met historische analyses, 4000 pagina's met oorspronkelijke overheidsdocumenten. Het was echt een dik document, waarin het gewoon allemaal stond dat het, ja, dat regeringen, voorlopers van Nixon, zeg maar, dus de Johnson-regering en ook de Kennedy-regering hadden gelogen over de mogelijkheid van het winnen van de oorlog. Dus het was al vanaf het begin duidelijk dat ze het niet konden winnen. En uiteindelijk wordt er gewoon gezegd van, nou, weet je wat, we hebben het niet gelezen, dit bestaat niet, dit is er niet. En uiteindelijk is het gelekt naar de pers. Het zijn bekend onder de Pentagon Papers. En nou ja, uiteindelijk is die McNamara natuurlijk afgetreden vanwege een nieuwe regering. En is die werkzaam geweest bij de Wereldbank. Dus ja, weet je, als ik dat dan zo lees, dan denk ik, ja, er zijn gewoon mensen die er belang bij hebben gehad dat die oorlog gewoon voort heeft gestaan. En dat vind ik nog het meest zure, want uiteindelijk hebben we het over 2,5 miljoen doden. En dan nog eens een keer 58.000 plus Amerikaanse militairen die dus voor wat zijn omgekomen. Ja, dan hebben we natuurlijk nog steeds, we hebben het nog niet eens over de chemische oorlogsvoering, die tot op de dag van vandaag natuurlijk nog zorgt voor kinderen die geboren worden met een open ruggetje bijvoorbeeld. Of de kanker Ja. wat veroorzaakt wordt door de Agent Orange bijvoorbeeld, die nog een beetje, die daar nog gewoon in de bodem zit. Ja, inderdaad. Dus als je kijkt naar die lange termijn effecten en de effecten die het heeft gehad daar op het milieu en ook op de generaties die daar nog op volgen. Ja, moet je kijken wat voor zootje je daar dan hebt aangericht. In mijn optiek alleen maar omdat je bang was dat dan het communisme zou
zou overwinnen. Nou ja, uiteindelijk heeft dat ook overwonnen, want in juli 1976 wordt de Socialistische Staat Vietnam uitgeroepen. Ja, dus eigenlijk win je er niks mee. Om het zo maar te zeggen. Want ja, het is wel wat jij net zegt ook, hè, die kill ratio wordt natuurlijk helemaal gepromoot. En er wordt ook steeds gepromoot aan de Amerikaanse bevolking. We zijn er bijna, nog even volhouden. Gaat allemaal goed, niks aan de hand. En dan komt natuurlijk het meest beruchte offensief ja, van de Vietnamoorlog, die we echt niet ongemoeid moeten laten. En kunnen laten op 30 januari 1968 begint namelijk het Tet-offensief. En dat Ja. is eigenlijk het moment waarop heel Amerika en de politiek Amerika zegt van hey, weet je, nou, ik zal niet zeggen heel Amerika, maar dat in ieder geval in Amerika het idee leeft, oké, we zijn er bijna, het is kut, maar we zijn er bijna. En dan vervolgens komt Noord-Vietnam even met ongeveer 80.000 soldaten compleet overlopen. De Zuid-Vietnamese verdediging overlopend Zuid-Vietnam binnen. En ja, dat is natuurlijk ook voor de legerleiding, voor de Amerikaanse bevolking, die het ook allemaal live kunnen zien op tv. Ja, want dat is natuurlijk ook een verschil met bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Dat ja, de gruwelijke beelden uit Vietnam door de pers natuurlijk, die embed zijn in die eenheden, ja, die sturen die beelden gewoon terug. Het is gewoon allemaal live te zien op tv. En ja, dan, die Noord-Vietnamezen die vallen aan. En Tet staat voor het Vietnamese nieuwjaar. En op dat moment waren er een hoop Zuid-Vietnamese soldaten waren dat nieuwjaar aan het vieren. En dus dat is mede dankzij dat is het natuurlijk al een succes geworden in eerste instantie. Dus je ziet dat heel veel Zuid-Vietnamese dorpen en steden worden door die Noord-Vietnamezen ingenomen. Uiteindelijk duurt het tot september 1968. En als we militair gezien kijken, hè, dan winnen de Amerikanen winnen de gevechten uiteindelijk. Dus ze hebben die Noord-Vietnamezen hebben ze weer helemaal teruggedrongen. Maar goed, het is wel een enorme klap geweest voor ja, het moraal van zowel de troepen daar als van de mensen thuis. Terwijl op het moment dat ze dachten dat ze aan het winnen waren, komt in één keer komen die Noord-Vietnamezen met 80.000 man even binnenvallen. En vrij makkelijk heel veel steden. En dorpen veroveren. Dus dat is wel een grote klap en eigenlijk een soort keerpunt ook in de publieke opinie en de oorlog. Ja, en dan heeft dit Tet-offensief natuurlijk ook heel veel gevolgen voor wat er in Amerika zelf dus gebeurt. En dit is het Tet-offensief dus ook, ja, in Amerika beginnen ze dan ook steeds meer te twijfelen aan het verloop van deze oorlog. Ja, dan gebeurt inderdaad dat Nixon aan de macht komt. Als je dan kijkt, ook vind ik wel best ja, dubieus. Maar er gebeuren in ieder geval dingen waarvan je denkt van, dat is ook wel best bijzonder. Buiten het feit dat ik geen complottheorieën aanhang. Maar uiteindelijk trekt Johnson die trekt zich dus terug. Ja, hij wint eigenlijk bijna die verkiezingen. Of ja, Johnson die wint van uitdager McCarthy in de democratische voorverkiezingen. En die McCarthy die. Ja, die voelt zich eigenlijk wel de winnaar. Hij verliest wel, maar het verschil is miniem. Uiteindelijk, Robert Kennedy meldt zich als democratische presidentskandidaat. En dan trekt Johnson zich terug. En dan, ja, dan wordt Kennedy vermoord. En dan wordt toch Republikein Richard Nixon verkozen. En die zegt, nou, weet je wat, jongens, we gaan vrede maken of vrede stichten in Vietnam, 1968. En uiteindelijk duurt dat dan toch tot 75, waarin die oorlog dan ophoudt. Dan heb je daar nog lang over gedaan, vind ik. Ja, zijn motto was ook Peace with Honor natuurlijk. Ja, je moet natuurlijk wel die eer zien te behouden, anders dan is gewoon ouderwets terugtrekken. Maar in dit geval heeft Mitch Nixon in zijn verkiezingsmotto Peace with Honor gezegd. Dus hij wil ja, toch op een soort waardige manier de vrede stichten. En hij laat ook in het geheim onderhandelingen doen met de Noord-Vietnamezen. En uiteindelijk zie je dan ook dat, nou ja, wat jij zegt, hè, dat langzaam ook de troepenmacht teruggetrokken wordt. En dat
in 75 natuurlijk, die eigenlijk de vrede er pas echt is met de Parijse akkoorden. Ja, tricky dicky. Ja, uiteindelijk trekken de Amerikanen zich natuurlijk helemaal terug. En op dat moment voelt Vietnam zich zo, Noord-Vietnam dan, voelt zich zo gesterkt dat ze Zuid-Vietnam aanvallen. Nou, de eerste aanval heeft Nixon nog gezegd, de United States will assist in the defense and development of allies and friends. En ze helpen dan ook nog dat Noord-Vietnamese leger met bombardementen. Hè. Ze voeren massale bombardementen uit op dat Noord-Vietnamese leger, wat voor het eerst eigenlijk sinds de oorlog echt gewoon ook conventionele oorlog voert. Hè. Dus gewoon met tanks aankomen rijden in open velden, weet ik het. In ieder geval niet guerrilla-stijl oorlog. En je ziet dat dan die luchtmacht van de Amerikanen die Noord-Vietnamezen een flink pak slaag geven. En waardoor ze zich terug moeten trekken. En eigenlijk voelt die Zuid-Vietnamese president voelt zich dan min of meer gesterkt. Hè. Die denkt, nou mooi, weet je, op het moment dat die Amerikaanse troepen allemaal weg zijn. Maar die luchtbombardementen die gaan gewoon door, dan is er niks aan de hand. Maar ja, dan zie je dat Amerika zegt van oké, ook dat gaan we niet meer doen. We gaan niet meer die bombardementen uitvoeren. Ondanks dat ze dat wel beloofd hadden aan Zuid-Vietnam. Wat ze wel doen is een hoop materiaal schenken. Maar ja, op het moment dat jij geen munitie hebt of opgeleide piloten, dan kan je ook niet zoveel met een vliegtuig die natuurlijk in je land staat. Ja, en je ziet dat gewoon die Noord-Vietnamezen optrekken. En uiteindelijk ja, zo'n beetje alle steden van Zuid-Vietnam innemen. En wat jij zegt, de communistische staat Vietnam stichten. En daarmee komt op 30 april 1975 een officieel einde in op het moment dat Saigon ingenomen wordt. Ja, dan is het klaar. Hoe is het nu met Vietnam? Tot op de dag van vandaag betalen zij nog steeds een staatsschuld af aan zowel China en Rusland. Ja, dat is natuurlijk allemaal niet voor niks natuurlijk geweest. Die tanks waar jij het net over had en de wapenleveranties en nou ja, alles wat je er maar weer bij kan verzinnen om een oorlog daar te kunnen onderhouden. Dus nou ja, uiteindelijk wordt daar nu tot op de dag van vandaag nog steeds afbetaald. En dat werd de Vietnamezen in het begin heel erg moeilijk gemaakt, omdat ja, Amerika dacht natuurlijk, hé, we hebben het hier verloren. Dus wij doen zware handelsblokkades en economische sancties. En die zijn geloof ik ergens in 1995 zijn die dus weer opgeheven. En vanaf die periode kunnen we wel zeggen dat Vietnam wel steeds welvarender wordt. Ja, en het bijzondere is ook dat na de Vietnamoorlog zien we nog dat de oorlog niet afgelopen is. Want Vietnam valt Cambodja binnen om daar de Rode Khmer af te zetten. Wat natuurlijk wel bijzonder is, want dat is een communistisch, hoe zeg je dat? En ze hebben Communistische hetzelfde partij. communistische gedachtegoed. Ja, precies. Maar wat gebeurt er nou? Die Rode Khmer die valt regelmatig Vietnamees grondgebied binnen en moorden daar een hele dorpen uit. En in 1978 besluit Vietnam eigenlijk dat het genoeg is en valt Cambodja, moet ik even goed uitspreken. Ja, maar hij doet het op de Kim Wilde. Ja, precies. Dat is wel een goed nummer trouwens. Ja. Maar dat terzijde. Dus je ziet dat Vietnam Cambodja binnenvalt en het land bezet, wat heel veel geld kost. En dat geld moet ergens vandaan komen, wat jij net ook al zegt. Maar ook China is eigenlijk helemaal niet zo blij met die bezetting van Cambodja. En China valt met 200.000 man Noord-Vietnam binnen in 1979. Nou, die campagne duurde niet zo heel lang. Het kostte wel duizenden levens aan beide zijden. Maar je ziet dat China zich terugtrekt. En het grappige is dat ze, ja, ik weet niet of het grappig is, maar China en Vietnam claimen allebei de overwinning. Ja, en dan inderdaad, de laatste decennia gaat het eigenlijk goed met Vietnam. Het interessante is natuurlijk ook dat de domino-theorie niet helemaal uit is gekomen van Amerika, die zeiden van, nou ja, als één land valt voor het communisme, dan vallen ze allemaal in Azië. Nou, dat is uiteindelijk niet helemaal gebeurd. Dus eigenlijk angst voor niks. En dat is natuurlijk wel een zure gedachte als je dan terugkijkt naar hoeveel slachtoffers en wat de gevolgen allemaal niet zijn geweest van de Vietnamoorlog.
En dan te bedenken dat het eigenlijk voor niks was. Dat is best een vreselijke constatering. Ja. Omdat hier uiteindelijk nog steeds tot op de dag van vandaag mensen daar de gevolgen van ondervinden. Doordat ze een dierbare kwijt zijn geraakt of letsel aan hebben overgehouden. Of ja, in wat voor vorm dan ook. Precies. Voor een bepaald gedachtegoed, voor zowel het kapitalistische gedachtegoed als het communistische gedachtegoed. Ja, ja, die Vietnamoorlog, die, dat is natuurlijk nog een nationaal trauma in de Verenigde Staten. Naast dan dat de veteranen natuurlijk met enorme oorlogstrauma's ja, moesten leven, of moeten nog leven. Een van de weinige positieve effecten, om toch een beetje proberen de spirit erin te houden. Een van de weinige positieve effecten waren dat de studiebeurzen die veteranen kregen aangeboden nadat ze terugkwamen. En dat heeft de Afro-Amerikaanse bevolking in Amerika behoorlijk goed geholpen bij hun emancipatie. Om ja, zeg maar, beter geschoold te raken en voor de dag te komen. Dus dat is een van de weinige positieve gevolgen van de Vietnamoorlog. Wow. Oké. Ja, dat wist ik niet. Ja, dan komt er dan toch nog wel iets goeds uit voort. Niet ja. Superveel, maar ja. Het is iets. Ik weet niet of het waard was, maar het is in ieder geval iets, inderdaad. En in ieder geval kunnen we constateren dat geschiedenis niet wordt gemaakt om er iets van te leren. Nee, dat klopt. Dat is wel jammer. Helaas. Helaas. Eigenlijk moeten we dat wel doen. Maar goed. Ja. Ja, ik hoop dat jullie het interessant vonden weer. De luisteraar. Ik hoop dat je het interessant vond. En ik hoop dat je volgende week voor de laatste aflevering terugkomt. Naar de podcast. Want dan, daarna hebben we vakantie. En na de vakantie zijn we gewoon weer terug natuurlijk. Uiteraard. Dat is fijn om te horen. Ja, toch? Dus... nou, bedankt voor het luisteren. Heb je nog vragen of opmerkingen, stuur ze naar geschiedenis@paulushistoricus.nl of vind ons op een van de social media kanalen. En dan wens ik jullie nog een fijn weekend. En tot volgende week. Ja, fijne Katie Coty. Die is wel even heel belangrijk trouwens. Vond ik ook. Toch? Ja. Ja, afschaffing van de slavernij. Altijd goed om te vieren. Zeker. Doe dat en dan tot volgende week. Tot volgende week. Thank you.